Ja, Sean, je speelde al een lekkere wedstrijd in de verdedigend opzicht, maar het hoogtepunt moest er komen. Ja, we waren het beste punt voor het laatst, denk ik. Het begon met een enorme kutgoal, maar dacht je toen jullie al met 1-0 voorkwamen van hier zit vanavond het resultaatje in? Ja, het was gewoon een geluksgoal natuurlijk, en, maar die hadden we wel nodig op dat moment. Hun kwamen wat meer naar ons toe, wat de eerste helft totaal niet aan de orde was, denk ik. En ja, die goal was natuurlijk geluk, maar wel hartstikke lekker en daardoor liep je ook uit. Hun werden een beetje agressief in hun spel en ja, door die rode kaart ligt het helemaal open. Ja, op een gegeven moment moest PSV 3-1-4 gaan spelen en toen werd het wel makkelijker voetballen, denk ik, hè? Ja, zeker. Wij stapten gewoon goed uit. We bleven van kant naar kant spelen en daardoor werd het heel makkelijk voor ons. En ja, dat bleven we gewoon goed doen en daardoor prikten we ook. En natuurlijk ook een geweldige goal van Adam, waardoor het 2-0 wordt. Dat is ook heerlijk. En ja, dan kun je lekker blijven voetballen. Ja, ik keek aan het begin van de avond naar de opstelling en eigenlijk hebben jullie met 5 middenvelders gespeeld. Althans, jullie vleugelaanvallers, of jullie centrumspits en jullie rechter vleugelaanvallers zijn eigenlijk ook middenvelders. Ik denk dat het wel heel lekker is dat je die bal overal kwijt kan, want iedereen wil hem in de voet hebben. Ja, we hebben heel veel dynamiek dan op middenveld, dat is natuurlijk lekker. En, ja, voor mij lag de rechterkant open om te gaan en dat was wel de bedoeling. En, ik kon telkens de bal kwijt bij Bart of bij Adam en dat was super fijn. Wat cijfer zou je jezelf vanavond geven? Ik denk een 7. Dat vind ik wel zuinig hoor, want je had ook in de aanvallers van PSV aardig in de zak, vond ik. Ja, zeker. En, maar wat voor cijfer geef jij mij dan? Nou, ik denk toch wel een 8,5 vanavond. Nou, bedankt man. Ja, ik ben niet zo van mezelf hoge cijfers geven, daar hou ik niet zo van. En moet een beetje bescheiden blijven. AZ laat 3 punten liggen en Utrecht die, begint weer in de top 5 te komen nu. Zeker, en dat is ook waar we horen, denk ik. We hebben sommige wedstrijden gewoon te veel punten laten liggen, dat is duidelijk. En dat moet veel beter. En vandaag is het natuurlijk lekker dat je van de toppen wint. En dat je rivalen dan punten laten liggen. Ja, ik heb heel wat wedstrijdjes van PSV gezien tegen Utrecht. Maar dit resultaat, dat is al even geleden. Nee, ik heb er ook wat gespeeld. En voorheen was het altijd in hun voordeel. En laten we zeggen, PSV is gewoon een goede tegenstander. Heel sluw. De spelers voorin zijn hartstikke scherp. En vandaag hebben ze geen meter gegeven. Dat hebben we gewoon goed gedaan. Als ik kijk naar FC Utrecht op dit moment en aan het begin van het seizoen, dan beginnen jullie nu langzaam eindelijk op gang te komen. Eigenlijk zonder dat jullie geen Europees voetbal spelen als je kijkt welk niveau jullie bij tijd en wijle aantikken. Op hoeveel procent denk je dat jullie zitten op dit moment? Nou, ik denk op ongeveer 85%. Okay. Eindklassering voor dit jaar? Ik geef geen commentaar, man. Hou ik niet zo van. Goals voor Jean Kluiver? 4. Goed, hou ik je aan. Dankjewel. Yes.